Hij vraagt zich af: ben ik wel toegekomen aan wie ik had kunnen wezen? Ja, ik ben homo, ja. Ja, iets op tegen. We zijn hier bij de première van De Mol en de Paradijsvogel, een nieuwe Nederlandse musical in Lamar Theater in Amsterdam. Hoe is deze musical ontstaan? Daniel kwam met het idee aan om iets over Albert Mol te doen. En ik had het idee om iets over een hedendaagse vertelling te doen over een asielzoeker. En dat hebben we eigenlijk allemaal nu bij elkaar gegooid. En dat is eigenlijk het zaadje geweest waar deze voorstelling uit is ontstaan. Dat is alweer ruim 2 jaar geleden, dat idee. Maar we hebben het langzamerhand steeds verder kunnen ontwikkelen. En waarom allereerst Albert Mol? In een hele korte tijd las ik eigenlijk een serie artikeltjes en stukjes geschreven door mensen uit de gay community zelf. Die heel negatief over Albert Mol schreven. Van die hysterische gilnicht en het was de enige die ik vroeger zag en zo wilde ik niet worden. En het verbaasde me eigenlijk dat iemand die zoveel lef had om in zijn tijd te zijn wie die was, dat hij eigenlijk niet de gay-icoon is geworden die hij verdiende. Dus in die zin is de voorstelling ook wel een soort eerherstel voor Albert. En voor de kijkers die niet weten wie Albert Mol is? Meestal zeg ik het is een soort Martien Meidland, maar dan met echt talent. Maar bekend van wie is de drie, hè, quiz? Ja, wie van de drie? De televisiequiz. Hij heeft een bestseller geschreven, Wat zie ik, waar ook een musical van gemaakt is. Hij was danser, hij was entertainer, hij heeft bij Wim Sonneveld gespeeld. Hij was heel erg veelzijdig. Naast me staat Lau Steenbeek, een van de twee hoofdrolspelers van de musical De Mol en de Paradijsvogel. Lau, hoe is het om Albert Mol te spelen? Ja, ik vind het een hele boeiende figuur en het is een mooie probleemstelling. Waar hoorde ik bij? Wat was mijn club? Want hij heeft altijd wel voorgelopen, maar hij is nooit echt omarmd en nooit echt als een icoon. Hij heeft eigenlijk nooit die credits gekregen dat hij zo'n voorloper was. Dat is de eerste artiest die gewoon live op tv zei, ik ben homo. Dat is nogal wat in die tijd. Je kon de bak in gaan als je relatie of als je seks had met een minderjarige. Dat was 19, was al minderjarig. Hè. Nou ja, dat maakt hem tot een boeiende figuur. En hij had natuurlijk een enorm geestig en humorvol karakter. Jij en ik. Leg dat maar eens uit. Het leven van Albert Mol heb je dan verweven met het verhaal van een Syrische vluchteling? Ja, ik vind het wel belangrijk dat ons gezelschap Opus One, dat we ons ook wel afficheren met hedendaagse thema's. En het was ook een gok, hoor. Weet je, toen ik het zei, was mijn eerste reactie van laten we kijken of het werkt om uit dat verhaal wat heel erg in de historie hangt, of we een eigen tijdse vertelling erin kunnen halen. En wat ik het mooi vind, wat Daniel echt briljant heeft gedaan, is die twee lijnen op het laatst helemaal in elkaar laten vlechten, waardoor het een heel één organisch geheel wordt. Voor ons is het heel spannend. We hebben een wat jongere doelgroep die op die hedendaagse thematiek afkomt. En eigenlijk het oude, reguliere en standaard theaterpubliek, wat de herkenning nog heeft in Albert Mol. Dus een beetje best of both worlds voor me. Jij speelt de rol van? Van Wassim. De rol is een Syrische vluchteling die is gevlucht uit Syrië vanwege homo zijnde. En hij komt hier naartoe en hij hoopte dat het hier perfect zou zijn, een paradijs. Hij wordt geaccepteerd om zijn seksualiteit, dat hij een persoon van kleur is en alles op en aan. Maar dat is dus niet. Hij komt hier aan en hij ervaart allemaal problemen en dat is gewoon een hele, hele moeilijke realiteit. Dus daar gaat zijn lijn in de musical heel erg over. Ja. En dat wordt dan vermengd met het leven van Albert Mol, hè? Ja. Ken je hem nog van vroeger? Ja, voor mij was het een hele bekende televisieacteur, maar ook presentator in Wie van de Drie, of bekendheid. Maar ik moest altijd enorm om hem lachen, ik vond het heel erg grappig. Maar de link naar jij bent mijn voorbeeld, want ik ben zelf ook gay, die had ik niet. Hij was niet voor mij een voorbeeld, dus ik vind het heel mooi dat ik nu eigenlijk postuum een eerbetoon aan hem kan doen. Omdat hij toch stiekem heel veel betekend heeft. En voor heel veel mensen wel dat voorbeeld is geweest. En in elk geval het heeft laten zien van kijk, wij bestaan. Wij zijn er. En wij mogen bestaan. En dan lach je maar om hem. Maar hier ben ik. En
ik doe, doe niet geheimzinnig over mezelf. En dat is natuurlijk mooi. Het gaat eigenlijk over twee mensen die elk in hun eigen tijd op zoek zijn naar een plek waar ze zichzelf kunnen zijn. En alle dingen die ze tegenkomen. En wat ik zelf heel belangrijk vind is dat wij hier en nu connectie maken met ons verleden. Ik denk als je tot een minderheidsgroep behoort dat de historie van jouw voorgangers is niet zo makkelijk te vinden. En ik denk juist dat mensen als Albert Mol, maar meer dat soort gay iconen, ons kunnen inspireren om hier en nu een goede richting in te slaan. Ik vind heel erg dat iedereen op de aardbol is heel erg zoekende naar wie ze zijn, waar ze horen en wat hun clubje is, nummer in de musical. En dat, ik denk dat dat voor mij ook heel erg een realiteit is. Dat zoekende en dat kijken waar ik beland en zo. En dat is heel bevrijdend om in die rol kwijt te kunnen krijgen. Ja. Hoe heb je je voorbereid op deze rol? Nou ja, we hebben heel veel gekeken, fragmenten en documentaires. Ik kende hem al erg goed van vroeger en had hem nog wel vers in mijn geheugen zitten. Jenny Arian is een hele goede vriendin van hem geweest. Dus die ken ik ook goed. Dus we konden daar veel details over uitwisselen. En Frans Mulder, die in ons cast zit, die Wim Sonneveld speelt, die was een goede vriend van Albert Mol. Dus we hadden vers van de pers alle ins en outs en verhalen en anekdotes. Dus het was heel waardevol en dat inspireerde ook enorm om het te spelen. En in deze musical heb je het ook verpakt met heel veel dansen. Dat klopt, ja. Ik denk het lag een beetje voor de hand natuurlijk, omdat zowel Almut Mol als Wassim, onze andere hoofdrolspeler, performers zijn. Maar het mooie van muziektheater is dat je hele onverwachte haarspelbochten kan maken van realiteit naar fantasy, van humor naar serieusheid. En ja, daarom hou ik ook van musical. Maar wat ik heel mooi vind is dat het niet alleen maar een lesje is over hoe Albert Mol leefde of hoe hij nou was, maar dat het het raakvlak heeft met nu en dat het echt ook over deze tijd gaat. En dat je, nou, dat je met heel veel humor, maar niet kleinzerig, gewoon ook een spiegel voorhoudt en de gay community naar zichzelf laat kijken. En dat vind ik ook heel waardevol. We zijn verdwaald daar in dat bos. En toen het echt niet langer ging, liet ik je los. Vreemd hoeveel pijn dat deed, het was heus niet ideaal. We leken even heel speciaal.